Ongeveer 150 mantelzorgers uit Nijmegen en omgeving zijn dinsdag compleet in de watten gelegd. De mantelzorgers die in het dagelijks leven zorg dragen voor hun naasten, werden door NEC en haar sponsoren meegenomen naar Oude Hans Dierenpark, waar ze konden genieten van een compleet verzorgd dagje weg met de selectie van NEC. Nou, vandaag heeft NEC samen met Energieflex de dag van de mantelzorg georganiseerd. Er zijn ontzettend veel mantelzorgers in Nederland, meer dan we waarschijnlijk beseffen. En om die mensen nou eens een keer een leuke dag te bezorgen en voor het voetlicht te halen, hebben wij gezegd van, weet je wat, we slaan de handen ineen. En wij gaan zorgen dus dat we 150 mensen mee op pad nemen voor een leuke dag. Te beginnen bij het stadion en nu een Oude Hans Dierenpark met uiteraard de panda's als main attraction. En wij hebben het ruim van tevoren ook voorbereid. En sommige van de mensen die verzorgd worden zijn ook daadwerkelijk meegekomen op deze dag. Dus zo kan het wel gecombineerd worden. Ja, ik vind het persoonlijk echt geweldig. Ik heb vanmorgen al een toespraak gehouden en gezegd dus dat vanuit mijn jeugd heb ik te horen gekregen wat zorgen voor een ander eigenlijk is. Je hoort ontzettend veel schrijnende verhalen, verhalen met heel veel tranen en verdriet. Maar soms ook ontzettend leuke dingen waar je verschrikkelijk om moet lachen. En je hoort van elke persoon die hier meedoet vandaag hele positieve reacties en dat ze een erg leuke dag gevonden hebben. Ik denk dat ze zeker het gevoel van het bijzonder zijn op deze dag ook bewerkstelligd hebben naar de mensen toe. De spelerselectie van NEC die komt niet zomaar even opdraven. Je hebt niet altijd de kans om als toeschouwer of als fan daadwerkelijk met de NEC-spelers in contact te komen. Ja, nu maakt het dat wel heel erg persoonlijk en heel erg speciaal. Nou, ik denk wat ik net al zei, de mantelzorgers voelen zich speciaal omdat ze de gelegenheid krijgen tot dat hele persoonlijke contact. En een dagje leuk lachen met elkaar is ook ontzettend belangrijk, want humor relativeert zoveel van de dingen die mensen elke dag moeten gaan meemaken. Ja, ik denk dat zo'n dag als dit, dat hebben wij nu georganiseerd. Maar als je mantelzorgers kent in je omgeving, doe af en toe eens wat speciaals voor die mensen. Het hoeft niet veel te zijn, maar gewoon zorg ervoor dat ze niet vergeten worden met alle zorgtaken die ze hebben. Ja, zij zijn vaak in het stadion en ze volgen NEC de meeste dan. En dan als ze nu met de spelers zo'n dagje mee kunnen maken, is dat voor hun gewoon heel leuk. En voor onze spelers, wij vinden het ook heel leuk. Dus het is een win-win situatie. Ik ben een dagje echt verwend geweest. Ik ben echt heerlijk uit geweest. Maar oké, mijn man is al meer dan 10 jaar ziek die ik verzorgd heb en die nou een half jaar opgenomen is. En dat zal het einde zijn van zijn leven. Dus en dan ben ik blij dat ik nog met een seizoenkaart bij NEC kan komen. En verder ben ik iedere dag bij hem. Net? Ja, was een mevrouw. Ja, die zit al 52 jaar op de tribune. En die wou gewoon zeggen dat ze heel tevreden over mij was. En dat is altijd leuk om te horen. Wij zijn met 150 mantelzorgers zijn we lekker gaan lunchen met z'n allen. En hebben een persconferentie gehad. Hebben zij vragen kunnen stellen. Wij zijn een beetje gemixt aan tafel gaan zitten. Spelers en die mantelzorgers. En we hebben gewoon een goede gesprek gehad met iedereen. En gewoon een gezellige dag gehad. Nou, we zijn vandaag eigenlijk het hele park al door geweest. We zijn bij de beren geweest, bij de tijgers geweest. We hebben lekker koffie gedronken bij de panda's. We hebben gewoon lekker genoten en alles op ons gemak. En dat is heerlijk. Voel echt een dagje uit en dat voor ons gedaan wordt. Terwijl wij dingen doen, denken, die horen in het leven. Nou, dat is super, vind ik. Kijk, mijn moeder heeft er heel leven lang voor mij gezorgd. Ik ben nu ook in staat om iets terug te doen. Het is niet echt een hele zware belasting, maar het hoort nu even gewoon bij mijn leven. Ik vind het heel erg leuk, ook een heel leuk initiatief. Omdat je ook heel veel andere mantelzorgers ontmoet. En je steekt ook een heleboel op. Heel interessant om te horen wat zij allemaal doen voor familie, bekenden en vrienden. En het geeft ook een stuk saamhorigheid, want ik ben niet alleen. Hè. Er zijn een heleboel andere mensen die hetzelfde schuitje zitten. En nou ook dit, ik vond voor mij was dit ook een nieuwe kennismaking met Oude Hans Dierenpark. Ik ben ongeveer 20 jaar geleden geweest. Dat vind ik wel heel erg bijzonder, want ik denk ja, dat geeft ook een stuk betrokkenheid weer. Hè? NEC heeft ook een maatschappelijke tak, hè? En maatschappelijke activiteit. En het feit dat zij hier ook zich laten zien, ze zijn ook heel leuk met het publiek bezig, geeft aan dat ze ook wel betrokken voelen en geïnteresseerd zijn. Ja, het zijn allemaal heel jonge lui nog, dus... Dat is wel mooi.